Is allemaal weg. Onbegrijpelijk. 40 jaar heeft Johan Nieuwenhuis aan deze stoomlocomotieven gewerkt. Het dringt dan ook nauwelijks tot hem door dat ze weg zijn. Johan is er kapot van. Je ja, belazert en belabberd. Je slaapt niet meer. Hè? Dat komt wel weer, maar het is niet leuk. De diefstal is hoogstwaarschijnlijk een gerichte actie. De inbrekers hebben de drie locomotieven naar buiten geteeld... en zijn via het bos achter het huis van Johan ervandoor gegaan. Gemakkelijk moet het niet geweest zijn, want die treinen zijn loeizwaar. Die grote locomotief die weegt met tender 130 kilo. Die sjouw je niet even weg. Dus dat moeten we, eh, dik vier man geweest zijn. Kan niet anders. Misschien een verzamelaar die ze wil hebben. Dan staan ze op de schoorsteen. Dan is ze ook nooit meer terug. Totdat er iemand komt die zegt... Hé, hey, dat is de lok van Johan. Want het is overal bekend, hè? Wij, modelbouwers, weten van anderen wat ze bouwen. De kans is dan ook groot dat de locomotieven naar een verzamelaar in het buitenland zijn gebracht. Ik heb helaas geen kristallenbol, dan had ik het al inmiddels op kunnen lossen. Maar ja, wij weten niet wat voor types het zijn. We weten wel dat ze heel geraffineerd en kennelijk ook heel goed voorbereid te werk zijn gegaan. politie vroeg: Ben u nog meer kwijt? Ja, dozen vol. Gereedschap is weg. Leeg, leeg. Is Foetschi? Ik vind het vooral ook heel vervelend voor de, voor de man die het gemaakt heeft, die er zoveel tijd en energie in gestoken heeft. Dat alles bij elkaar maakt, dat gewoon voor een belangrijke zaak. Johan krijgt steunbetuigingen vanuit de hele wereld. En al duiken die locomotieven ergens in Australië of Zuid-Amerika weer op, Johan is ervan overtuigd dat ze weer bij hem thuis komen. Ze komen boven water, dat geloof heb ik wel. Van harte.